Het aller aller allermooiste fossiel. Dat bevindt zich in Haarlem in het mooiste museum, het Taylor Museum. Daar is het fossiel van de Homo deluvii testis. De Homo, mens. Deluvii, zondvloed. Testis, getuige. Dit is de mens die getuige is geweest van de zondvloed. Gevonden door meneer Sleutzer, een oude Zwitser. Maar die was misschien toch niet zo'n groot geleerde als dat hij zelf dacht. Want bij nader inzien is dit natuurlijk toch niet een mens. Het is gewoon een oude salamander. En daar gaat het om deze boekweek: dat mens en dier gewoon door elkaar gehusseld worden. Je denkt van ja, dit is een vergissing van 275 jaar geleden. Nee, nu nog steeds, waar je ook maar de boekhandel binnengaat. Pak willekeurige boeken, net zolang totdat je een boek in je handen hebt waar beesten in voorkomen. En wat heb je dan in je handen? 10 tegen 1, een. een kinderboek. Want alleen in kinderverhalen mogen dieren een rol spelen. En wat voor dieren? Het zijn helemaal geen dieren. Het zijn een soort mensen. Het zijn krankjormen, geschifte, idioten, mesjoggen, beesten, olifanten met rokjes aan die pannenkoeken bakken voor de lieve krokodilletjes om de hoek. En dat is nog het ergste niet. Het ergste is dat omdat kinderboeken vol met beesten staan, volwassenen denken dat er aan kinderboeken, aan beesten... Altijd iets kinderachtigs zal blijven kleven. Met het gevolg dat volwassenen. Die willen helemaal geen beesten meer in hun boeken. Nou ja, met één uitzondering dan. Weer de boekwinkel binnen, afdeling volwassenen. Heb je een boek in je handen over beesten? Wat is het? Een kookboek. Ja, in kookboeken. Daar komen de beesten allemaal weer terug. Die ik ken uit mijn biologieboeken. Maar wat zien ze eruit? Kreeften helemaal rood gekookt. De varkentjes met een appeltje in hun bek. En waar zie je dan nog wel beesten in verhalen? De... Ze zijn er wel, ze zijn er wel, maar. Mensen lezen liever verhalen over mensen. Dat zijn heel eenkennig. 99% van alle romans die gaan over mensen. Terwijl er. 10 miljoen diersoorten zijn alsof al die andere diersoorten ons niks te vertellen hebben. Het is godson. Wij gooien gewoon 10 miljoen van de meest fantastische verhalen over vogels, walvissen, insecten, slakken. Gooien we allemaal weg omdat we alleen maar over onze eigen soort willen lezen. Dat is een soort provinciaal die alleen maar de, de roddels uit zijn eigen dorp wil horen. En wetenschappelijk gezien is het natuurlijk ook een ramp. Want de gedachte dat je het gedrag van mensen zou kunnen verklaren uit hun voorgeschiedenis, anale fixaties, freudiaanse prietpraat. Die is meer dan een eeuw oud. Freud is al lang een stripfiguur geworden. Iedereen weet dat behalve romanschrijvers. Die zijn allemaal nog steeds de handeling aan het verklaren vanuit de jeugd, de anale fixaties, weet ik veel. Terwijl elke bioloog je kan vertellen dat je het gedrag van mensen moet verklaren uit onze evolutionaire achtergrond. Onze familie die hangt niet met portretjes aan de muur. Onze familie die moet je zoeken in de dierentuin. En vandaar dat er maar zo weinig mooie literatuur over beesten is. Maar die is er wel. Er zijn wel prachtige verhalen. Vroeger Anton Koolhaas, de mooiste boeken die er ooit geschreven zijn. Tegenwoordig Koos van Zomeren, Patty Scholte. En natuurlijk. In de vrolijke gedichtjes, de onvolprezen meester van het dierengedicht. Kees Tip. Een worm verging de kromme van redeloze jaloezie. Zijn tranen vulden alle sloten wanneer hij aardappels zag poten. Waarom, zo riep hij vol verdriet, aardappels poten en ik niet?